Landbouwminister Carola Schouten heeft afgelopen vrijdag het nieuwe stikstofbeleid afgekondigd. Nou, dat heeft een grote impact voor de Nederlandse veehouderij, wat het boerenprotest ook duidelijk maakt. Maar dat roept echter ook heel veel praktische vragen op. Hoe werkt bijvoorbeeld de pijldatum van 4 oktober nu echt? En waar lopen veebedrijven tegenaan die willen doorgaan? En waar moeten ondernemers rekening mee houden die juist willen stoppen met hun bedrijf, omdat ze geen opvolger hebben? Nou, heb jij praktische vragen over het stikstofbeleid en de impact daarvan op jouw bedrijf? Lubbert van Delle, agrarisch directeur van Akkerna NVM, gaat deze hier in onze Boerenbusiness Studio beantwoorden. Dus stuur daarom jouw vragen over het stikstofbeleid naar ons toe en dat kan per e-mail op redactie@boerenbusiness.nl of stuur een WhatsAppje op onze Boerenbusinesslijn en dat kan op telefoonnummer 06-123-12942. En we zien jouw vragen graag voor komende donderdag tegemoet.